Hallo en what's up beste kijkers, welkom terug bij het kanaal van MeesterNoobSijzer en mijn nieuwe playthrough van de Spider-Man DLC The Heist. We zijn gebleven met Peter die in een klopjacht zit naar Black Cat, die volgens hem en Mary Jane schijnt samen te werken met de Magia en in het bijzonder Hammerhead, om macht te krijgen over de andere crime families. En ze lijkt het te doen om het leven van haar zoon te redden. En Peter, die zou wel eens de vader kunnen zijn. Drama ensues. Jay, the cat got another data drive. Just one more and Hammerhead has the drives from all the other Magia families. We gotta figure out what's on those drives. And there's something else. There's this thing, probably not a big thing, but it could be a thing. A little, maybe a big thing. Please say a sentence that doesn't include the word thing. Okay. Oh boy. The reason Felicia's working for Hammerhead is because he took her son. Huh. I didn't know she had a son. Well, certainly sounds like something Hammerhead would do. There's this other thing. You know, that she and I dated for a while. Yeah, so? Oh. Oh, are you serious? I mean, I don't know for sure, but it's possible. Ew. Ugh. I need to hang up now. Oh gosh. Ja, dat moet ze even verwerken. She'll call back when she's cooled off. Ja, dat is niet zo makkelijk. I think I'll go on patrol for a while. Try to clear my head. Dat is niet zo makkelijk te accepteren als je. Ja. Dat vindt geen enkele vriendin leuk om te horen. Oh boy, laat ik maar een paar van die oude portretten opsporen die de regisseur mij heeft aangegeven. Oh boy, oh boy, oh boy. Deze is het dichtst bij. Mary Jane, die kan ons technisch gezien niets verwijten, want dit is volgens mij gebeurd toen ze uit elkaar waren. Peter, die had het volgste recht. Hi, Peter. Miles. I was wondering, wait, is this a bad time? No, it's fine. What's up? Oh, nothing. I mean, wait, are you doing Spider-Man stuff right now? A little bit, yeah. Really? Like what? Specifically. You mean, what am I doing right now, at this moment? Yeah, unless you think that's, like, creepy or weird or something. Yeah, it probably is. I bet I sound like a stalker or something. Nail. Miles, it's okay. What did you want to talk about? Nothing. Sorry. It can wait. I'll call you back later. Ah. Ja, hij wil ook gaan Spider-Mannen. Hij heeft die krachten nu en heeft Peter in vertrouwen genomen, maar nu hij ze heeft, zal hij er ook op een gegeven moment iets mee moeten gaan doen. De vraag is wat? En zal Peter dat toelaten? Seems like one of those stolen paintings is around here. Bingo. Hardy must have stashed something here. More stolen art. Hey! Come back, het zijn birdie. Altijd die stomme duiven. Dit meen je niet. Get him. Daar moet die zwerver die we kenden echt even een oogje op houden. Hoe heet hij ook alweer? Robert. Volgens mij Robert's Pigeons? Ah! Die beesten zijn zo rot snel. Hey, slow down! Man, I wish I spoke pigeon. Yes! Hey, detective. Got another painting for you to pick up. Thanks, Spider-Man. I'll send someone out ASAP. I'm curious. Did Hardy have any family? Yeah, a daughter, Felicia. You don't say. Bingo. I know what you're thinking. She might be the new cat. But I ran a search on her. Comes up clean. Yeah. She just hasn't been caught yet.
The police got her suit and equipment last time, but they just missed her. I don't know. It doesn't track. When I interrogated Hardy, it sounded like he really loved this kid. Didn't want her mixed up in his work. Oh, really? Good to know. I'll keep an eye out for more stolen paintings. Sounds like daddy didn't want daughter following in his paw prints. Nou, dan heeft die falikant gefaald, want ze is echt nog beter dan hij. It's the last known address of the Costa family safe house. If my source is right, they have the final data drive. MJ, listen. No, you listen. I kind of overreacted the last time we talked. Not at all. You reacted exactly how I would have. We worked together at the time. And it's not like I didn't date other people. Right. Wait, you dated people? Like, plural? The point is, we're adults. And there's a kid in danger. So let's get to saving him. I don't deserve you. I know. Okay, so I think I know what's on those drives. Years ago, the families agreed to a joint accounting database in order to keep the peace. Put all their assets in gezamenlijke one administratie. And require all five data drives to access it. So Hammerhead steals Black Cat's son. And then forces her to steal the drive so he can steal the assets from the other families. Oh boy. Hammerhead's trying to get rich quick and bankrupt the other families in the process. We have to find that last drive before he does. I'm on it. Dus het is geen dwangmiddel van incriminerend bewijs. Het is letterlijk al hun rijkdom en middelen op één plek. En Hammerhead die gaat het uit elkaar rukken. Over. You got it. Binnenvallen. Katje. En push. Okay. Lekkerloos in het afval. Oké. Okay. Can't let Hammerhead get his claws into the city like this. Ik vind het heel grootmoedig van Mary Jane dat ze echt haar prioriteiten scherp heeft. Dat kind, als Felicia de waarheid spreekt, is in gevaar en het is het belangrijkste dat we dat kind dus kunnen redden. En inderdaad, ze waren allebei vrijgezellen. Volwassenen, ze konden doen wat ze willen. Laten we daar niet in blijven hangen. Maar het is nog steeds echt fucking awkward. Hammerhead's not messing around. That the building could blow. Should see what the bomb squad knows. Spider-Man, these guys rigged the building to blow if our informant comes out. We can't get up there to disarm the bomb. No worries, officer. Just point me in the right direction. The primary device has been identified. Once you disable it, you'll get the arming key. You can use that to locate and disable the other devices. Roger that. I'll let you know when the building is safe. All right. Eens even kijken. Wat moet hij straks tegen Black Cat zeggen? Van enige kans dat ik de papi ben? En gaat ze hem dat überhaupt vertellen? I don't know. Het kan heel goed iemand anders zijn. Okay, Spidey, don't think about what could go wrong here. Peter, die heeft de gave om daar te vaak aan te denken. Kijk, oh ja, deze kan ik weghalen. There, voilà. Got the key. Timer on the secondary's got activated. Gotta move. Poep. Waar zijn de anderen? Bingo. Oké, dat is niet zo moeilijk. Oké. Nicely done.
Glad to hear it. You let me know if you have any more trouble. Oké, we zijn er bijna. Als Felicia in de voetsporen van haar vader trad en hij heeft dat nooit gewild. Als we die wens over kunnen brengen aan haar, dan zal ze wellicht inschikken? Not sure. Zij is heel moe te overtuigen. Symbols of a bygone era. Don Fortunato. Don Cicero. Don Machio. Just to name a few. And of course, that metal-domed lunatic Hammerhead. Criminals, but ones who follow a code. Better than most, right? Wrong! They toss their code out the window the second it's inconvenient. Because a criminal is a criminal. And they are, by definition, cowards, lowlifes, and scum. I brought down the Magia virtually single-handed in the 80s and early 90s. And did you now? You right now, I stand ready to do it again. I am not afraid of them. Not one bit. You want me? Come and get me. That's all wow. The time we have. Jared, go start the car. No, I'm the boss, and I say you do it. Oh, stop crying. Oh god, echt, hij haalt zich de furie van de hele Magia zo op zijn hals en Jared die moet er van huilen, want dat is heel gevaarlijk. En hij zegt, nee, doe wat ik zeg. Maar Jameson die heeft ballen, oh my gosh. Felicia, we need to talk. Oh, I do miss our little chats. But I've gotta run. Alweer, jemig, de kremig. Oh, shoot. Ze heeft de webshooters uitgeschakeld. Guess I'm doing this the old-fashioned way. Haar pakken zonder webschieters, dat wordt heel moeilijk. If Hammerhead's got your son, you can't do this alone. Why not? I've done everything else alone. I'm saying you don't have to. Why won't you trust me? We worked together before. Answered your own question, didn't you? Maar toch hou je niet op met mij te flirten. Maybe I don't think it's a problem. Wait, unless you mean the gang war, because that's definitely a problem. Let it go, Spider. I can take care of myself. Oh, oh dear. Ah, fuck. Ze is ontsnapt. Ze doet alles alleen. Even wachten. Ik wil even een nieuw pak, want ik vind deze toch een beetje foei lelijk. Laten we gaan voor het geavanceerde panzerpak, because it looks awesome. Ah. Deze. That's good. Oh shit, oké. En heb het! Oh dear. Ik denk. Shooter's finally rebooted. It's whipping time. Ik denk dat ze. Ze probeert niet echt om ons af te schudden. No killing, no breaking the law. Your way won't get it done. Heeft vaak genoeg wel gewerkt, Felicia. I just need to know. Is he? He's mine. And I'll take care of him. Oh my gosh. Stubborn little spider. I just want to talk. Oh, Jesus, ze laat die hele tunnel instorten zo. Still with me? I could go all night if that's what it takes. Now you're getting my attention. Oh, shit, man, toe. Raak hem kwijt. Come on. Oh, jeez. Guess I gotta play harder to get. Ja, ze speelt met ons. Ze probeert ons niet echt kwijt te raken.
Oké, vertragen dus met webschieten. On it. Shit, waar is ze? Oh my god! Die maakt die zo snel! Yes! Hier blijven. Oh crap, ze is snel! Oh my god! Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Got her. Can't let her get away this time. Finally, now I can get in close. God, die kat is snel. Goodness me. Bijna. Ja! Katje. En voilà. Oh, wow. Now can we talk like human beings? This feels pretty human to me. Zou het echt nooit op met flirten, echt nooit. Look at you, brawn and brains. You can't give Hammerhead the last drive. Once he has what he wants, your son will just be a loose end. Let me help you. What are you thinking? Stall him. Give us some time to find your son. I missed you. Glad we're back together again. Not like that. Shame. Okay. I can probably give us a couple days, Max. So, about your son. Is there a chance I'm... Later. For now, let's find him. When he's safe. We can talk about that. Keep in touch, Spider. Ze is er dol op om hem aan het lijntje te houden, zeg. Jemig. MJ's gonna kill me. Ja, je hebt er weer laten gaan. Echt, hoe ze eerst gewoon keihard ze zegt van... Ik doe het alleen, laat me mijn rust. En vervolgens zo heel pestig langzaam aan die trein blijft hangen... En zegt van, ik moet het dan moeilijker maken. Zo van, ik wil eigenlijk niet... Dat hij me kwijtraakt. En dan, zodra ze hem heeft... Oeh, leuk om weer samen te werken, hoor. Dat soort vrouwen. Oh my gosh. Hey, you get her this time? Yeah, she's gonna stall Hammerhead while we all try to find her son. Did she tell you if you're... She didn't say. Of course she didn't. Are you sure she's not just playing you? I know her. She wouldn't be working for someone like Hammerhead unless she had to. Ken je haar echt? Okay. Well, I'm gonna run that plate number you sent me. I'll let you know where it leads. Whew. I'm running out of steam. Time for a pick-me-up. Eddie's Pizza. Eddie, it's Spider-Man. Spidey, you sound hungry. You know it. Can I get the usual? Extra pepperoni? I'm on it. You want rooftop delivery? Yes, please. Same rooftop as last time. Give me a few. I'll let you know when it's ready. Spider-Man met zijn eigen persoonlijke pizza service. Maar Felicia die zou hem heel goed voor de gek kunnen houden. And that's gonna hurt. Want Peter die laat zichzelf gewoon heel makkelijk gebruiken en in de maling nemen vanwege zijn nobele geweten. En hij gaat juist met iemand om die haar zo makkelijk misbruik van maakt. Inderdaad, Felicia brengt niet veel anders dan problemen. Maar als we haar niet tegenhouden, dan ontstaat er een bendeoorlog. Dus moeten we hoe dan ook met haar werken. Hi Miles, just calling you back. What was it you wanted to ask before? Hey Peter, it was just... I mean, it's no big deal or anything. I know you're super busy. I was just wondering if there might be some time we could, you know, start training? Training? Yeah, maybe just the basic stuff, like swinging from a skyscraper. Or swinging from a low building. Yeah, klinkt beter. Or a tree. Miles, you're 15. You need to focus on school. That's way more important than... Yeah, but...
If I finish all my homework early and you've got some free time one day, I mean, you started when you were 15, right? And I nearly got myself killed at least 100 different times. And you overlaid it. Can't let that happen to you. Okay. Yeah, I get it. Talk to you later. Oh man, what am I gonna do with that kid? Even lichtje aan. Nou. Oeh, kruiden. Supposedly Fisk made his fortune selling these spices. I mean, Japanse kruiden. That good. Maar goed, om daarop terug te komen. Hij zegt hetzelfde uit, met grote krachten komt grote verantwoordelijkheid. Miles heeft ze en daar verander je niks aan. Beter om hem zo snel mogelijk te leren verantwoordelijk te gebruiken voor het te laat is. Hij gaat een heel gevaarlijke tijd tegemoet straks. Maar dan kan hij er ook maar beter op voorbereid zijn. Felicia. Felicia Hardy is een meesterlijke dief en oplichtster. We kennen elkaar al lang en het is ingewikkeld. Ik had haar overgehaald om het rechte pad op te gaan, maar dat heeft ze niet volgehouden. Ze komt vaak in de problemen omdat ze een kick krijgt van gevaar en van een luxe leefje houdt. Het ergste is dat ze altijd ongeluk brengt. Bovenmenselijke lenigheid, expert in vechtkunsten, haalt extra kracht uit haar pak en uitrusting, zeer scherpe klauwen, kenmerkend gadget is een grijphaak. Die hebben we haar nog niet echt zien gebruiken. Je vraagt je dan op een gegeven moment af, is ze al deze problemen waard? En als het louter om haar ging, had ik haar al lang laten vallen eigenlijk. Peter gelooft dat er meer in haar is en dat ze iets beters kan doen met haar leven. Maar ze stelt zo vaak, zo makkelijk zijn vertrouwen teleur en lijkt daar niet echt mee te zitten. Ik zelf vind het haar niet echt waard. Maar goed, haar problemen, daar blijven we mee zitten. Eens kijken wat we kunnen doen terwijl we op de pizza wachten. Deze uitdaging van Screwball in het park. Ik moet echt wel zeggen, dit pak is sick. Het geeft hem echt zo'n gepanzerd Iron Man uiterlijk. Maar hij is tegelijkertijd nog steeds Spider-Man. En that's awesome. Oké, wat wil Screwball deze keer? Niet dat ik voor haar echt mijn best ga doen, want ze is gek. Maar alsnog. Aha. Guess I gotta play by her rules. Alleen lasermijn en bevriezingsveld gebruiken. Oké, that can work. Gebruik beide gadgets tegelijk. Oké, we moeten dus terwijl ze in de lucht hangen die lasermijnen gebruiken. Oké, nu gebruiken we deze weer. Alright, makkelijk zat zo. Oké, als we ze uitschakelen in het fotobom gebied, dan krijgen we extra punten. So let's do it. Nice. Oké. God damn it. Show us what you got, Spidey. More gadgets, more points. Screwball says, yeah, totally. Screw jou even, Screwball. Ik wil even wat ruimte creëren. Mooi. Want des te eerder houden ze even op. Met zeuren.
Hoe krijgt ze die gevangenen zover om haar met deze idiotie te helpen, überhaupt? Okay. Oké, gaat het goed zo? Oké. Ik moet dit gewoon blijven doen tot de tijd om is. Good, but I can do better. Alright, nice. Pretty good, but 67% of viewers think you could do better. Nou, en? Okay, wegwezen. All right, buddy. Your pie's ready. Thanks, you're a lifesaver. Nah, that's your job. But if you like it, can you give us a shout out on the social medias? Really helps the business. Will do. Later, Eddie. Zat even gevangen in de kooi. Okay. I don't think I've ever been this hungry. Komt vast door alle stress van een mogelijke vader zijn. Zwangere moeders die eten wil. En vaders die pas vader zijn geworden. En bijklussen als superheld, dus ook. Ah. En er is een schilderij onderweg. Ik hoop... Like one of those stolen paintings is around here. Ik hoop met kerst om deze Hardy must have stashed something here. DLC af te krijgen, want Miles Morales die speelt zich af tijdens de feestdagen. Which is very nice. Detective, I found another stolen art piece. Sending coordinates your way. Nice work. So you met the new black cat, right? En date met haar en heb met haar gevreden. No, just curious. What's she like? Complicated. Frustrating. She's manipulative. She's also got a good heart. She only robs folks who can afford it. Or who she thinks deserve it. And she gave you the slip, huh? More than once. I can honestly say I've never met anyone quite like her. I know the feeling. I'll talk to you later. Die toon, die klonk haast teder. Volgens mij kent hij haar. Een oude vent die een oog heeft op zo iemand zo jong, verbaast me niet. Guess who's confirmed to be back in town? That feline felon, the black cat. Seems she led Spider-Man on a merry chase before getting away. Ever notice how that happens a lot with him and her? Funny how he can hold on to a dinosaur man or a human rhino with no problem. But a mere slip of a girl gives him so much trouble. Look, it's not that long ago when I was a young man myself, I get it. And I said a gams, a shapely derriere, a few batted eyelashes, and a hormone-addled youth can easily get hornswoggled. Which is exactly why Spider-Man has no business handling this. Leave it to the professionals. We have lady police officers now. Maybe this is a chance for them to prove they're as good as men. Which, I have no doubt about, but there are less forward-thinking people out there. Oh man, Jonah probeert heel hard niet seksistisch te zijn en komt eerder over als een fucking creep. Oh boy. Maar hij heeft wel gelijk, dit is Peters grote zwakte. I don't want to find out. Better send them back to prison where they belong. Okay, so just kick their asses, right? Versla alle vijanden voordat de tijd op is. Geen probleem. En voilà! Easy much. Hier zitten vast ook fotobommen bij.
Oh shit! Here comes the photo bomb! Ow! Fuck! Oh shit! De catches die werkte echt niet meer. Trending? I couldn't give a fuck. Okay. Oeh, wat een chaos. Okay. Okay. And push. And zap. Oh boy. Die met die zweep, die moet eerst. Dus krijg je annoying as fuck. Business card. Okay. Either be really good or really bad. Both get more views than just average. Fuck you, screwball. Okay. Op naar mijn pizza. Rooftop delivery van Eddie. Waren de pakjesbezorgers maar zo attent als hij de bewoners van de flat waar ik in woon die pakjes krijgen van de DHL. Ze kloppen of bellen niet eens meer aan, maar laten de pakketjes gewoon liggen. Dat noem ik niet professioneel. I love you. But now I must destroy you. Niet dat de pakketbezorgers altijd lui of incompetent zijn. Zeker niet met deze crisis. Maar wat DHL doet, gaat echt wel een beetje te ver. Hey, I followed up on that license plate. It's registered to a storage company owned by one of Hammerhead's old friends. I'm there now. Give me a few minutes. I'll be there soon as I can. In the meantime, I'll just take a quick look around. En nu hij MJ volledig vertrouwd. Kan ze dit zelf aan? What do I do if the kid looks like Peter? Stop, MJ, just stop. Ja, wat dan? Hem alsnog meenemen. Hoe zou zij het vinden als Peter werkelijk vader wordt? Wat moet hij dan doen? En hoe moet ze hem helpen? Echt, iedereen vrijwel haat deze MJ-missies. Ikzelf vind het wel een aangename verandering af en toe. Ah, en we hebben nog steeds het stroomstootwapen. Hebben we ook nog die lokkertjes? Nee. Looks like Hammerhead's got a new hobby. Vals geld waarschijnlijk. It's heavier than your mother. You crazy? Can't be lifting that. You know about my sciatica. Wait! Oh, hey, ow! Fuck! Ik weet niet precies wat er misging, maar hij zag me al voordat dat de bedoeling was. Wrong choice.
Oké, de lockers die hebben we dus nog wel degelijk. Moeten daar zien te komen. Shit. Oké, nu gooi je de locker daar. Hey, who's there? Tot ziens. Oké. All that stuff about Hammerhead cracking guys' skulls. Oh, that's a lot of cash. Looks counterfeit. Good shot. No sign of the boy here. Weird as the idea of Pete being a dad is to me. Can't imagine what it's like for him. But I bet he'd be a good one. Ah, dat is lief van haar. Ja, er is geen verantwoordelijkere vader en beschermendere vader dan Peter. Ik denk dat hij, ook al stress hij er zoveel over, uiteindelijk er echt heel goed in zou zijn. Oké, de vraag is, waar moeten we nu heen? Ah, zo dus. Easy, that's it. Ik ga niet de moeite doen met afleiden. Step the motherfuckers in the back. Oké. I should get a picture of that guy. Might help build a case if this goes south. I'll see if my contacts on the force can positively ID him. All day with this damn phone. Get back to work. No more slacking off. An unguarded laptop. Golden opportunity. Voorzichtig, MJ. Shipping manifest. This could lead to their distribution center. Come on. Oh, hell no. Oh, crap. All right, I'll tell the boys. The Costa family's causing trouble. Acting like they want to go to war. I gotta have a sit down. See what we do about this. We're on high alert. You see anyone? Don't take any chances. Take them out. Oh dear. Okay, got all the shipping company data, which will hopefully tell us where they're keeping her son. I'll look through it later. But now, gotta get out of here. Ja, ze zouden dat jochie echt nooit hier houden. Dit wordt veel te zwak bewaakt. Als Hammerhead haar zoon heeft, dan is het op een plek waar zelfs zij niet makkelijk binnenkomt. One of the bullets right back at the guy who shot him. After that, he got the plate put in. Jeez. Maybe I can cool him off. What a mess! Who's gonna clean it up? You. Me. How about you? How about no? How about both of us? You first. No. Steetje lamzakken. Ze willen allebei het geld niet opruimen. Oh boy. Bored. I think I've outstayed my welcome. Better get out of here, fast. Oké, gaan we. En voilà. Goed gedaan, MJ. Close as I ever want to cut it. Sorry. What are you doing here? And why do you smell like pizza? Because I just ate pizza? Well, while you were out enjoying lunch, I was gathering evidence and trying to find a missing child. Hey, hij werkt 24 uur rond de klok. I've got stuff to follow up on. I'll call you later. Oh. Note to self. No upside downies after double pepperoni. Ik denk dat ze gewoon nog steeds een beetje pissig is over dit. Nou, inderdaad, zij riskeerde net haar nek om informatie over zijn zoon te vinden. Maar het is echt niet eerlijk dat ze hem van de lamlendigheid verwijt als hij zo'n 24 uur per dag de stad rondstingert en misdaad oplost. Hey, I need your help. I'll send you the location. Felicia? What's going on? Unbelievable. She expects me to just rush on over. And here I am, rushing on over. Ze klonk echt wel wanhopig. One of the stolen paintings should be around here somewhere. Maar goed. Omdat ze zo onbeleefd was, spoor ik eerst even een van deze schilderijen op. Gotta find a way around that construction equipment. Shouldn't be too hard. Even kijken.
for stolen art. Detective, I found another painting. Good work. We should get you a badge. I'll have someone come and pick it up. So in your professional opinion, is the new cat similar to the old one? Well, she's clearly modeling herself after Hardy. Her style, technique. Hell, her grapple looks like an updated version of his old tech. Right. You guys had her equipment in lockup for a while. So she steals intellectual property, too. More like improves on it. She's elevated Hardy's work to a whole new level. I'd say. Sounds like you admire her. Do this long enough, you can't help noticing real talent. Kinda sounds like you think highly of her, too. Oh, well, you know, it's what you said. Game recognizes game. I'll let you know if I find any more loot. Dat en we hebben waarschijnlijk allebei een oogje op haar, zowel die regisseur als Peter. Hey Peter. I've been thinking it over and you're totally right. I need to focus on school right now. Glad to hear it. But I still want to stay active, so I tried out for the basketball team. That's okay, right? Yeah. Just be careful. Keep it believable. Don't do anything too flashy. Like what? Well, no dunking, obviously. Oh, right. Of course. Miles? Oh, God. It was just once, and the dude was talking trash. It was so perfect, I wish you'd have been there. Miles? I won't do it again. I promise. As long as you agree to start training me. Let me think about it. Cool. Okay, homework time. Gotta go. Oh, Jesus. Hij zit echt met zo'n opstandige tiener opgescheept. En we weten allemaal uit de film The Amazing Spider-Man wat je doet als je met spinnenkrachten aan het dunken bent. Not a good idea. Ik geloof... Miles wel. Hij is een hoop dingen, maar hij is niet onverantwoordelijk. Maar hoe langer hij die krachten heeft, hoe makkelijker het wordt om aan de verleiding toe te geven. Dus we kunnen hem maar beter zo snel mogelijk gaan trainen. Detective, I'm sending coordinates your way. Another one of Hardy's old paintings. Thanks for that. I'll send someone ASAP. Why'd the old cat try to escape Rikers? Non-violent burglar. He had a shot at parole. Hardy got too big for his britches. The Magia wanted him to work for them. Oh. He said no. That got him on their hit list. Not a list you want to be on. Especially if you have a family. The Magia will target anyone to make their point. I've noticed. I'll be in touch, Detective. Oh, man. Yeah. Ik moet zeggen, ik vind deze lichtopstelling van mijn camera echt best wel chill. Half in het donker, half in het licht. Beetje mystery vibe. Wat vinden jullie? So what are we looking at? Got a tip from an old friend. Hammerhead's keeping something extremely valuable in that office above the bar. A lot of guys in there. If they spot me, my son's dead. I'll draw them out. Then you sneak in. My hero. Come on. Please. Ze vindt hem wel degelijk echt leuk, ook al gebruikt ze en manipuleert ze hem heel vaak. Hiervoor gaan we even een ander kostuum gebruiken. Vind ik passender. Oh, and look at that. We hebben genoeg voor het vintage comic pak. Oh yeah, that's awesome. In de Miles Morales game heb je het Spider-Verse pak, dat is nog cooler. Maar dat zien jullie later wel. Okay, let's do this quietly. Dat is hier makkelijk genoeg, want ze staan niet zo dicht bij elkaar. Seriously,
Oh ja, dat klopt. Hopelijk belaast ze ons niet hiermee, want het zou hoe dan ook echt heel laag zijn. Plus, no way the boss would leave something to chance. As long as we're running all the family territories by the end, I'll be happy. That's the spirit. You want another drink? Nah, I'm supposed to be watching the door. Don't want to get too loose. Nou, je doet je werk dan niet echt goed. Even kijken. That's a pigeon. It's gonna be a dead pigeon. Oh, je wou maar dat het een duif was. Oh, ik heb een nieuwe power-up ook. Spitsvondigheden. Goed, ik moet ze nog verder weg zien te lokken. Daar vraag ik ze hoe. En voilà. Boosh. Oké. Heads up, Spider. I think they're on to you. Wat? Oh, kom op. Dat is niet eerlijk. Oh boy. All right. En tot ziens. Gotcha. Enough of this crap. Everyone hit him at once. Oh, come on. Oh yeah. You've gotten soft in your old age. Hey. Hey, I might be older, but I'm not old. Ow! Fuck. You guys just get off lunch break or something. Fire in the hole. Hey, I had that one. No, you didn't. Okay, electrocuteer deze en. Blijven echt maar komen. Hey, stop stealing my bad guys. You snooze, you lose. Ik haal de comfort uit dat zonder haar dit nog veel moeilijker zou zijn geweest. En voilà. You first, Spider. No, no. Nice. Zonde. Heel zonde. Niet dat ik voor het drinken ben van alcohol, maar dit is gewoon zonde. No, but we're narrowing it down. And it's definitely where he's keeping my son. Yeah, speaking of him, there's an overdue conversation we... Do you ever miss this? What? Me getting shot at while you steal things? I really tried going straight. Got a job that didn't involve breaking or entering. Even started wearing sweatpants on weekends. I wondered where you went. Must have been hard for you. Especially with a child. I need to go deeper if I'm gonna find him. Let me help. If we're supposed to be working together. Some things I do better alone. Ah. Something.
Ze is echt een heel verwarrende meid. I'll call you if I need an extra pair of hands. Oh gosh. Ik geef het erna. Ze weet hoe ze mensen betoveren moet. In de cutscenes is dit pak wel een beetje afleidend. Dus ik neem even een andere. Let's go back to the classic suit. Hey MJ, did you get any good info from that laptop? I'm still decrypting the data. Should have something soon. Good. In the meantime, we've got another lead. We think Hammerhead's keeping her son in a vault, but we don't know where the vault is. Once I crack these files, maybe we can combine my chocolate with your peanut butter. Do not make a saucy joke out of that. It's hard to resist a setup like that, but I'll hold the sauce. Thanks, MJ. Let me know what you find. Mijn, okay, mijn chocola met jouw pindakaas. See what's happening out in the city. Yeah, let's do that. Even kijken. Het is in ieder geval fijn om te weten dat Black Cat echt in ieder geval voor een tijdje probeerde om voor Peter een normaal leven te leiden. Maar ja, Kat verliest wel zijn haren, maar niet zijn strepen. Wacht, dat hoorde op een bos te slaan. Whatever. Seems like one of those stolen paintings is around here. Ah, de schoorsteen. Another art piece. Found another painting, detective. Hardy sure found some clever hiding places. He was one hell of a second story man. Obviously. So how'd you catch him? I'd like to say solid police work, but the more I look at it, the more I think he let himself get caught. To get away from the Magia? He must have known they could get to him in prison. Sure. But the best way to protect his daughter was to take himself off the board. And it ended up being more permanent than he planned. Hardy die deed in ieder geval alles Peter, om zijn dochter te beschermen en ze gooit het offer gewoon weg nu. I found a record of it being delivered to a shipyard near Hell's Kitchen. That's gotta be where the boy is. Thanks, MJ. Better call Felicia. At this hour, it's either a booty call or you found something. Booty call. I'm sending you an address. Meet me there. Echt een Nederlandse vertaling die laat de wensen over maar hoop om te rotstooien. Oh, Jotem. Dat is een vertaling die ik wel leuk vind. We hebben nog tijd voor één screwball uitdaging. En dan hou ik het voor vandaag voor gezien. Oh, de EMP's. Great. Gotta use my webs. Oosh. Remember, hit the photobomb target! Oh yeah. Jesus. Boosh. Spectacular, eh? That one's bam. Disabled. Gotta find the next one. Bob. Waar dan? Oh, daar. For those watching, if you like what you see, don't forget to subscribe to my channel. Not in your lifetime, woman. Okay. Oh, fuck. Shit, dat laat me tijd verliezen. MK3247 says, never seen Spidey move that fast before. Ha, I agree. It's amazing what you can do when you know people are watching. Dat heeft zoveel implicaties waar ik niet op inga. Oh. Oh shit. Whoa, best show ever. Thanks, Derek. Ik moet ze precies in de juiste volgorde uitschakelen of het gaat fout. Thank you.
dat is het probleem. Als ik die fotobombs oversla, dan gaat de missie ook fout. Come on. Quick. Come on. So close to perfection. Okay. Wauw, volgens mij was dat echt letterlijk het eerste compliment dat ik ooit heb gekregen bij die challenges van der. Oef, ja, dit ziet er stukken zwaarder bewaakt uit. MJ nailed it. This place is isolated. They could keep the kid here for weeks without anyone noticing. This is the place. I know it. If they spot us, it's over. We need to take them all out. Like we used to. Quiet as a cat. Sneaky as a spider. Oh boy, laat haar alsjeblieft niet ons spoor liggen. Might kill your son. We have to do this quietly. En dat doen we de volgende keer, want ik zie dat de tijd is. Intense en... interessante part. We krijgen meer te weten van wie Black Cat is en waarom ze Peter zo makkelijk inpalmt. Een Mary Jane missie, wat fotobombs en dergelijke. Ik wou alleen dat we wat meer inzicht kregen in de Magia en Hammerhead, maar dat is hier niet de focus. Ik hoop dat jullie hier ook van genoten hebben en ik zie je de volgende keer bij het kanaal van Meester Snortoepsijzer met een nieuwe playthrough van Spider-Man The City That Never Sleeps. Goodbye, stay safe, wash your hands, wear a mask, and live long and prosper.